Was heel speciaal bestemd voor deze topper. Hij gaat zometeen de handtekening helemaal hebben neergepend. Dames en heren, uw applaus voor Jasper Philipsen. Jasper, het zijn drukke koersdagen, maar dat zie je graag gebeuren. De zon schijnt, je gaat er vandaag alweer invliegen en iets moois proberen van te maken. Hè? Inderdaad, ja. We gaan ons best. Langeros, en we hebben vooral een Belgisch toptalent van heel hoog niveau. Die nog de komende dagen gepland staan. Volgende week is het redelijk rustig. Dan ga ik rustig aan, dus dan zou ik normaal gezien. Extremely slow, Fergus. My dear, we're also extremely lazy, Fergus. As you can see, we didn't even bother in taking. And now we're still figuring out what we're going to use him next for. Hey, maison pour une deuxième fois. Les seigneurs de Luz, ça c'est une famille brugeoise extrêmement riche. Et une conversation. Mais il faut comprendre que je fais ces tours environ 14 fois par jour. That's because they didn't like the side effects that you had on them. Now, seeing as we got children on board, I cannot win stating from the year 740. That's the Gallo-Roman period. We hebben een mogelijke nieuwe winst van hun sprinter. Adrien Gavel is erbij. Kevin G. Dames en heren, applaus voor de jongens van Vital Concept B&B Hotels. Bonne chance, Brian. We gaan naar het tempo. U applaus. U applaus. Succes jongens, bonne chance. Nicky Terpstra klaar voor de strijd voor deze. Parce que souvent les jeunes mariés viennent ici pour prendre. It's called the Bonifaces Bridge, but we refer to this bridge mostly as the marriage bridge. And that's because often young married couples come here to have their pictures. Then you got those two tiny girls with bridges, and là-bas, les deux petits fenêtres et cookies. Biggest buildings in the world. Thank you, China. Xie xie, that's a thank you in Chinese. And here on the left, straight ahead of you now, 366 steps of agony. Devant vous, 366 marches extrêmement pénibles. Pour mes vieux, un désastre s'est arrivé à Gand. Ils ont mis un bifrac qui était beaucoup plus haut. Et vers la gauche, je peux expliquer ça si vous voulez. So, ladies and gentlemen, the Belfry Tower here is sing. But you do need to know that the City Hall of Bruges was also. It's contemporary art, it's mostly for intellectuals. Parce qu'à cause des actions des Gilets jaunes, j'ai pas su faire le plein ce matin, et du coup, on est obligé d'aller à gauche en direction de la ville. Evelyn! Hij is heel aan het stoeien om zijn handtekening neer te pennen. De tijd begint inderdaad te dringen. Dit zijn de jongens die aan het dreigen zijn verder te zetten. Gisteren nog gewonnen met Alvaro Hodge, gisteren ook nog gewonnen. Dit. Snor op dat vlak, de spirit zit erin, de winning mood aanwezig in deze ploeg en ze hebben 7 sterke jongens geselecteerd voor deze wedstrijd. Een But I'm awfully sorry, due to the accidents of the yellow jackets, I was not able to fill the ship up with diesel this morning, so we need to go to the left instead, and that's it out. Well, as in France and in England, we were also taxed on the amount of wind shutting down. With the green windows, that used to be the house of General Spinola. Mostly, when I have people from Spain on board, they will tell me General Spinola was. Mesdames et messieurs, maintenant, je vais vous expliquer comment. Vous avez des erreurs des années 70, comme moi. Si je suis dans un zénith, un repère quand est-ce qu'elle est. Come on, come on, come on.
nog pas goed zijn. Nee. Niet, hè? Keukenleren zien. Daar gaat Jens Keukeleren zo meteen voorbij het ouderlijk huis langskomen. Dit de namen van de vijf leiders. Jimmy Janssens, Benjamin de Klerk, Lionel Tamignon, Niels de Roze en Luc Buchter. Hier huizen Keukeleren, waar er hapje en tapje was eerder vandaag. De voorsprong van onze vijf vluchters is nog een minuutje. En dat op 67 kilometer van het einde. Dat betekent dat de poort tot de finale eigenlijk wagenwijd open staat. Want we zijn, zoals gezegd, goed en wel op grondgebied Brugge. We gaan zo meteen naar links draaien. Dan komen we eigenlijk op de kleine ring. Voor ja, de uitgekozen, uitgelezen favoriet, zullen we maar zeggen, Fabio Jakobsen. Misschien krijgt hij inderdaad dus die weerstand van Bouhanni, die gisteren toch ook in Eistepeil vrij goed was. We moeten zeggen, heel goed. Kokar gisteren iets minder duidelijk. Bij Kasseien. We gaan hier een aantal straten doorkruisen. Naar de Vlamingdam gaan we naar de Sint-Joris-straat. Dan komen we op de markt met de Halletoren. En dan uiteindelijk richting Wollestraat. Sint-Joris-straat, Renato, daar ben ik 3 jaar lang bijna elke week 2-3 keer geweest. Ah ja? Er woonde een François Lambert. Ah, ja. De legendarische sponsor van ADR. Ja. All Drive Renting. Nou, zijn vrouw had ook een kapperszaak in... Local hero naar voren komt. Ja. En daar ligt de markt te wachten. Daar zijn ze eerder op de dag vertrokken met een peloton van 138 renners dit jaar. Tamina. Passage eigenlijk na de start hier van morgen bij de Halletoren van 83 meter. Knallen er langs de Wollestraat in richting Rozenhoutkaai. Als je zo'n beetje van thuis bent, dan is dat wel makkelijk. Die straten zo, hè? Ik kom daar elke dag voorbij, José, zo ongeveer. Ja. Keukeleire kent hij natuurlijk ook elke vierkante centimeter. Ik denk dat hij Van Bilsen mee heeft, de winnaar van Dwars door het Hageland eergisteren. En toch Hommelus Jan-Willem van Schip daar ook in de vuur. Nog in de Brugse binnenstad. Er leeft wat. En Keukeleire geeft hier vol langs de Vismarkt gereden. Predikerenstraat nu, richting Langestraat. En ja, bij de Keuning Quickstep moeten ze ook iets verzinnen natuurlijk. Eén renner dan in aantocht om hier de aansluiting te maken. Van het peloton. Hier links ligt de Vismarkt. Ja, de toeristen genieten van de koers die hen toevallig passeert. Of zijn er speciaal voor naar hier gekomen. Dat kan ook. De man helemaal als laatste is Godin. Met aparte stijl. Hier nog een groepje.
renners die achterop waren geraakt om een of andere reden. Met hier helemaal achteraan Anton Ferdinand van Pauls Sauze Bingo. De eerste keer dat ze de intussen vertrouwde laatste rechte lijn zien. 61,4 kilometer als ze de streep passeren. Vier gelijke ronden van 15,6 kilometer. Door de kruispoort, waar de nazi's destijds Brugge binnenmarcheerden, waar Karel de Vijf binnenkwam, waar Napoleon ook de ingang tot Brugge vond. En nu doet het peloton dat, maar dan als uitgang. Ja, met een groepje ervoor weg, met daarbij inderdaad Keukeleire en direct op een man. Ja, ja, iemand mee van de Koning Quickstep, van Bilze mee nog, een paar anderen. Rijk, zeg maar. Hier nog eens de passage aan de streep van de koplopers. De kopgroep nog eens de namen meegeven van die mannen. Jimmy Janssens voor Corendon Circus, Benjamin de Klerk voor Sport Vlaanderen Valois, Tamigno zat erbij voor Wallonie Brussel, Niels de Roze voor Tartaletto Isorex en Luc Buchter voor Biet. En dit was dan de achtervolgende groep met onder meer Gianni Vermeers. Ja, Gianni Vermeers, Bert de Bakker zagen we er ook bij zitten. Het peloton. Het zijn natuurlijk wel allemaal mannen die eerder gaan afstoppen dan doorrijden. Jens Keukeleire heeft er natuurlijk alle belang bij om door te rijden, maar op die mannen daar... Een Bert de Bakker of die gaat vol doorrijden. Denk. Pro-continentale teams, 8 continentale ploegen. Een deelnemersveld van 138 renners. Voor de 37e Elfstedenronde uit geschiedenis. De derde van de meest recente Dokkeren over Kassei. Daar de samenstelling nog eens netjes in beeld. Local hero Jens Keukeleire. Moet natuurlijk wel iets proberen. Heeft dit soort scenario nodig om hier kans te maken. Want in een echte groepsprint, massasprint, toch... Het gaat dan zelf dicht, hè. Daar moet je toch voor oppassen. Die wagen stond er daar. Die eerste wagen stopte omdat de renner voor hem de weg versperde. Ja, die wagens zijn in die bocht. En die kunnen dan op een gegeven moment niet echt vlug genoeg meer opzij. Want ze staan stil. Ja, dit is een koerssituatie waar hij zich eigenlijk niet in mag kwaad maken. Moeten we nooit doen. Dat zou ik niet durven zeggen, maar Biet, hè. Dus die kunnen misschien een beetje de koers gaan dragen. Eén man of twee man opofferen. En zoals ik net al zei, ja, Jan Willem van Schip, die rijdt altijd natuurlijk. Veel Belgen. Veel Nederlanders ook. Ja, een typische kopgroep eigenlijk. Jimmy Janssens. Dupont. Ai, bijna een benootje. Ja. Ja. Had dan even een terrasje doen tussendoor. Nou, moet je voor in Damme zijn, maar ik kan begrijpen dat het niet het moment is voor Dupont om dat nu te doen. Ja, kijk, hij heeft er net zo van zijn... En hier onze twee leiders. Op 3 ronden van het einde. Nog 45 kilometer dus voor Van Schip. De man van de beatcycling is Luc Buchter opnieuw. De vroege vluchter. Buchter, de vroege vluchter. Ja, nu alles onder controle. Dus deze twee jongens weg. Peloton een beetje op reserve. Een beetje kijken, want die twee zijn makkelijk te controleren. En daardoor die achteropkomende groep. Met daarbij, denk ik, Dupont. En zoals er net al gemeld, Bougny. Komen terug aansluiten. En dan krijgen we een volledige R-groepering. Behalve die twee natuurlijk. Wit-Russische Minsk gewonnen. Ballerini in het dagelijks leven uitkomend voor Astana. Achter is dat moeilijk om echt weg te rijden. Maar als je daar zit met iemand die je gelijken is en waarmee je naar de finish durft gaan. Of zegt van oké, ja, als het zo is, dan ben ik of maar eerste, of maar tweede, of maar derde. Ze zoeken het maar uit. Maar dan moet dan wel een alles of niets poging zijn. Zo'n halve poging, zo van ik ga eens kijken. Daar bij het verlaten van de kasseien. Een man van beatcycling hier. Ja, Reza, denk ik. Kevin Reza. Ja. Ah, nee, het is van Leopard. Nee, het is de renner van Beat. Ik denk... Ja, Beat.
de Eritreer Nahorn Dessal Nahom. François Lambert betrokken. Ja, dan zal ik hier wel geweest zijn. Het verhaal van die Eritreer overigens is toch behoorlijk opvallend. Nahom Dessal. Krijgen ze zo meteen bij ons, er is nog een lekker band, kort voor die passage voor de Italiaan Davide Martinelli. Die van de jongens van de Koning Quickstep staat net voor de laatste bocht, de voet gesteld, wachten. Biedt dat ook wel investeert in de inburgering van de Eritreer en taalkursussen voor de jongeman? Ja, biedt ook een van die speciale teams, zal ik maar zeggen. Hier nog eens een probleempje is dat Martinelli. Die is al onderweg met een reservefiets, denk ik. Ja. In ieder geval geen kaderplaatje. Wat friemelen aan de rem. Piet, team ook met Pistier. Goeie 31 kilometer voor het einde van deze Eurosoft Elfstedenronde. Vandaag in fantastische weersomstandigheden gereden. Hier in en de Brugge. Twee ronden voor de beide leiders in de wedstrijd. Hier passeren. Het probleem van de nieuwe UCI-reglementen om geen sponsorteams meer toe te laten in de wereldbekers en andere wedstrijden op de piste. Vooral de wereldbekers. Dus, ja. Het is zo dat de kalenders in het baanwielrennen eigenlijk... Het tijdsverschil tussen het 15e en alle details op dit moment niet geweten. Ja. Wat gaan die wedstrijden dan doen met de zesdaagse die ook tussendoor weer nog wordt georganiseerd? Ja, dat vraag ik me af. Hè. Dat vraag ik me inderdaad af. Je zit daar met een aantal mooie competities, vooral in Groot-Brittannië. De Revolution Series is een mooi initiatief. Daar kunnen hopelijk de merkenteams dan wel nog aan de bak. Baanwielrennen ook extreem populair in Groot-Brittannië. Maar toch, de meest recente move... meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. Ja, het is een beetje het zal wel met de goede bedoelingen zijn, zoals we er altijd van uitgaan, dat het inderdaad met de goede bedoelingen is. Eritreer zit goed en wel op de fiets, José, en blijft in koers. Dat is een heel belangrijk gegeven. Nou, ik kan op de kerktoren post vatten. Het lijkt me een fantastische plek om daar nu naar de koers te kijken. Je moet eerst boven geraken natuurlijk. Ja, dat wel. Kost wat tijd. Welkom zijn. Als je al een paar dagen aan het koersen bent, dan begint dat toch stil aan te wegen. En koersen doet hem altijd. Deze Jan-Willem van het Schip. Een lekke band voor Lars van der Haar, vooraan lek gereden. Pech voor de Nederlandse veldrijder. Voor de laatste keer opdraaien hier op de buitenkruisvest, vlakbij de kruispoort. Wel post, moet maar geluk hebben. In dit peloton goed verscholen. Eens kijken of we hem hier zien op de eerste rij. Maar in elk geval in de gaten te houden straks bij een... mogelijke eindsprint is de jonge Limburger van UAE. Krijgen wij de derde bij de kentaren in het vizier? Zij rekenen op alle steuning. Ze kunnen ze hard gebruiken om hun inspanning nog even verder te zetten. Jan-Willem van Schip en Luc Buchter, de beide Nederlanders, gaan zo meteen als beide leiders met een geringe voorsprong aan die slotronde beginnen. Hier Eurosoft Elfstedenronde 2. Ze zullen meteen bij ons Luc Buchter op top, de man in de groene outfit
van het Peak Cycling Team. In zijn gezelschap de man van Rupert Charlet in het oranje start. Jan Willem van Schipperen keurend. Wereldkampioen puntenkoers. Laatste ronde van het. Laatste ronde. Het is toch altijd een beetje ieder voor zich. Je bent wel in een team. Je probeert dat teamwerk goed af te ronden. Maar je wint toch altijd liever zelf. Dan spreekt de renner dan weer. Ja, tuurlijk. Ja. Je draait een keer het zoals je dat wil. Hè. Als je op een of andere manier daar kan gebruik maken van een koerssituatie waardoor je zelf op een of andere manier de winst kunt pakken, ja, dan vind je dat super geweldig natuurlijk. Wint er een ploegmakker, dan ben je tevreden. Ben jij ooit dicht bij de zege geweest? Ja, het licht gaat nu uit bij Van Schip en Buchter. Buchter die destijds voor Delta Cycling Rotterdam uitkwam en in dat truitje nog bij de beste was van de Nederlandse topcompetitiekoersen. Kwam ooit een paar puntjes tekort voor de eindzege in dat klassement. Buchter, de schaatser, wordt nu gegrepen. En Van Schip, de pistier, blijft nog even alleen aan het front. En dat allemaal door bijna één man, hè. Door één man. Tim de Klerk. Oeps, daar een oponthoud. Ja, Buchter die er echt volledig doorzakt. En de rest meeneemt, benen stil houdt, terwijl er een versnelling is in het peloton. Dus het verschil in snelheid tussen Buchter en het peloton, dat alsmaar gaat versnellen, meer en meer. Van Schip gevat. De Brieversweg is next. Die zijn uiteraard degene inderdaad die op de kasseirijn rijden, zijn daar toch een klein beetje de dupe van. Nou, het scheelt een flinke slok op de borrel. Daar kwam uiteindelijk de winnaar uit. Wat gevriemel. Oeh, en een val. Een val met een renner van Wanty Gobert en een renner of 3, 4, 5. Ja, veel volk ja, daarbij betrokken toch. Van een man of 35 weg, denk ik. Ai. Is dat Alf dan de Dekker? Ja, Alf dan de Dekker. Loïc Vliegen daar in het struikgewas beland. De man hier langs de kant van de weg is Rasmus Wallin van Readiness. Arnouds zien we daar. Tux voor Jacobsen. Ja. Is dat dan Dupont daar voor Wanty Gobert? Philipsen zit daar in het spoor van Jacobsen. En daar wordt gebikkeld voor dat wiel. Ik denk Dupont. Even kijken. Dat was moeilijk te zien. Terpstra hier met Adrien Petit, de sprinter van dienst waar ze het in principe voor gingen doen, denk ik. Daar hangt de vod. Daar begint de laatste kilometer. In de rug hier. Een plankaart daar ook aan het werken voor een ploegmaker bij Wallonie-Bruxelles. Het is Dupont, de man van Wanty Gobert, die daar aan het bikkelen is met Philipsen voor dat wiel. Uitkomen laatste bocht. Nog altijd twee wagonnetjes. Fabio Jacobsen, de spurt locomotief van de Koenig Quickstep. Stibar als laatste man, als voorlaatste man. De voorlaatste man nu bezig met zijn ding. Linkse sprint, is dat de Merlier die gaat? Gaat de Merlier hier voor de verrassing zorgen? Daar zit in elk geval wat op met een geweldige sprint. Is dat de Merlier die hier dat gaat? Dat is Merlier. Och, 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 niet te geloven. Tim Merlier op deze manier zet hier iedereen te kijken. Tim Merlier wint de Amstederhoogte. En dan is het weer een veldrijder aan het feest. 2 jaar na Wout van Aert, Tim Merlier, winnaar van de Elfstedenronde in Brugge. Jacobsen kwam er niet aan te pas door die move van Merlier. Heel ja, lang gewacht. Kwam van ver. Ja, van achteruit. Sterk lang gewacht. De ronde op een manier waarmee hij zichzelf misschien wel
verbaasd. Hier, kijk, Merliers, winnaar van de Elfstedenronde met Gianni Vermeers, die deelt in de vreugde met Otto Vergaarde, ja. De Pistier. Vraagt zich af, heb ik nu gewonnen? Ja, ja. Ja, ja. Je hebt het gedaan, Tim. Je hebt het gedaan. Van hieruit mag je. We gaan dus een man van deze wedstrijd en we hebben Jasper Philips hier voor de drie. Deze is actief geworden, Jasper Hasselman, we hebben ons evenpunt. In de uitslag met Paprikaze en als Paprikaze kan de Dordtstroom Vlaanderen. Ja. Ja. Rotte sprint, we kunnen nog even zien de herhaling van Timmerdien. Wat een eindschot heeft Timmer in de mening van Orde tot de Koppen van deze Timmerdien van de Wende Sprinters. We gaan vandaag.